Ja, en om dat te kunnen doen, zou je dus ook moeten proberen om de toekomst, als het enigszins kan, een klein beetje te voorspellen. Een klein beetje te zeggen, hoe zou die toekomst eruit kunnen zien? Nou, er zijn mensen die proberen dat. En ik ga een paar resultaten laten zien van toekomstvoorspellingen die betrekking hebben op het jaar 2000. Het toekomstig jaar 2000 staat daar. En ik zal het even proberen voor te lezen, want dan hebben de mensen hier vooraan er ook wat aan. Daar staat, in 1990 zijn er passagiersvliegtuigen met een snelheid van meer dan 6000 km per uur. Nou, we hebben hier een luchtvaartdeskundige. Hebben we die? Dat is wel heel erg snel. Dus, antwoord is nee, die hebben we niet, hè? Ja, precies. Niet uitgekomen. Nog voor het jaar 2000 wonen de mensen in steden onder het zeeoppervlak. Oh, we hebben hier ook mensen die verstand hebben van offshore. Hebben we die steden? Kunstmanen hangend in de ruimte verlichten de grote steden. In 2000 kunnen mensen maanden of zelfs jaren in winterslaap doorbrengen. Computers wegen aan het eind van de eeuw minder dan 1,5 ton. Ja. Dus gelukt. Mensen gaan in 2000 met hun privéhelikopter naar hun werk. Ja, sommigen misschien. In 2000 heeft 2/3 van de mensheid een inkomen van 1000 euro, dollar of meer. Per jaar, denk ik, dat het geweest is. Wel nu, dat zijn een aantal voorspellingen in blauw. Oh ja, en deze nog, in 2000 bestaat er geen armoede meer. Een serieuze voorspelling van een paar decennia terug door een futuroloog. Iemand die ervoor doorgeleerd had. Maar dan, de kleur wordt anders van de tekst. Vanaf 1979 leven er geen vissen meer in de oceanen. Nou, hij moet even komen. Ah. Na 1980 breken enorme voedselrellen uit in de westerse landen. Hongersnood houdt de hele wereld in een ijzige greep. Tussen 1980 en 1989 sterven 4 miljard mensen door ondervoeding. In 1980 is de levensverwachting in de Verenigde Staten gedaald tot 42 jaar. In 1999 leven er in de VS nog maar ruim 22 miljoen mensen. Die precisie, hè? Ruim 22 miljoen mensen. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben. Vanaf 1975 sterven per jaar 40.000 diersoorten uit. In totaal 1 miljoen soorten tot het jaar 2000. Nou, goed, toegegeven, ik heb natuurlijk net die voorspellingen gepakt die niet uitgekomen zijn, maar dat was niet al te moeilijk, want als je gaat kijken naar wat er zoal voor voorspellingen gedaan zijn, er zijn een aantal beroemde boeken op dat gebied, je lacht je kapot als je het doorleest. Ze zitten er eigenlijk gewoon volkomen naast. En hoe komt dat nou? Wat zeg je? We zijn erop ingaan spelen. Ja, erop ingaan spelen. Ik wou dat dat waar was. Ja, en we doen nu ontzettend veel om te voorkomen dat diersoorten uitsterven. Nou, ik wou dat dat waar was. Nee, helaas, dat is toch niet echt de reden. Eigenlijk gewoon, de toekomst is fundamenteel verschrikkelijk moeilijk voorspelbaar. Zeker als je dat gaat doen zo van, nou, ik heb het gevoel dat. Nou, 10-1, nee. 100-1, dat je ernaast zit. En goed ook. En dat komt niet alleen omdat trends moeilijk voorspelbaar zijn. Trends die kunnen ombuigen, die kunnen andere kanten op gaan. Maar daarnaast treden er ook trendbreuken op. Hele plotselinge gebeurtenissen die niemand had kunnen voorzien. Denk aan de instorting van Oost-Europa en de Sovjet-Unie, het instorten van het communisme. Denk aan de Twin Towers attack. Het zijn een paar voorbeelden van plotselinge gebeurtenissen die de hele, nou bijvoorbeeld de wereldpolitiek, in een andere richting duwen. En dan kun je nog zoveel mooi voorspeld hebben en toch zit je ernaast. Mag ik van jullie eens vragen, als je nou denkt aan het jaar 2036, want dat is over 25 jaar. Zouden jullie een voorspelling willen doen? Mag ook het panel zijn, iedereen. Waarvan je denkt van nou, maar dat is toch echt wel waar tegen die tijd. Wie durft het aan? We houden nog steeds van voetbal. Ja, dat zou kunnen. Tenzij, en dan ga je dus meteen proberen te denken als de advocaat van de duivel, tenzij er zulke verschrikkelijke voetbalrellen geweest zijn en andere dingen die het in een slecht daglicht geplaatst hebben, dat niemand er nog van wil weten. Maar vermoedelijk heb je wel gelijk. Nog iemand? We rijden niet meer fossiele brandstoffen.
We rijden in 2036 niet meer op fossiele brandstoffen. Nou, GasUnie, daar ga je. Nou ja, misschien toch even een mooi moment om te reageren. Het grappige is namelijk dat toen GasUnie in 1963 werd opgericht, toen was het beeld van over 25 jaar is het aardgas wat we nu vinden, is niet meer waard. Waarom? Kernenergie, kernfusie zat eraan te komen en iedereen dacht energie is in ergens rond 1990, 2000 is gratis. Elektriciteit is gratis, dus wat heb je dan aan aardgas? Nou ja, we zien dat je dus, en dat is misschien ook wel een aardige les voor deze middag, dat je dus als bedrijf steeds moet volgen wat er gebeurt. Het omgekeerde is waar. We zijn steeds meer energie gaan gebruiken, we zijn steeds meer aardgas gaan gebruiken. En de waarde van het aardgas nu is eigenlijk veel hoger dan dat die in het verleden was. Dus ik denk dat het de kunst is ook om te volgen wat er in de wereld gebeurt en niet te veel het te laten afhangen van wat de toekomstvoorspellingen zijn. Goed bij de les blijven. Ja.